Hallo, ik ben Charles Nijman. Ik wil vandaag uitleggen hoe je kan kiezen voor een haard, voor haardbokken of een haardkorf voor je open haard. Haardbokken heb je om lucht te brengen onder het hout. Onder het hout, onder het vuur, waardoor het beter brandt. Hè? Het vuur wordt wat omhoog gebracht, daar komt er meer lucht bij en het hout brandt beter. Ook doordat het vuur verhoogd wordt, komt het dichter bij de schoorsteenopening en trekt het vuur beter. Dus er zijn vele functies waarom bokken al sinds de prehistorie gebruikt worden voor een open vuur. Daarnaast hebben ze altijd een soort staander aan de voorkant, bokken. En dat is om te voorkomen dat het hout uit het vuur kan rollen. Deze bokken, dat is bij hele oude bokken vaak het geval, die hebben dan ook nog een, daar liggen ze een beetje naar achteren, zodat het hout altijd naar achteren rolt. Maar de meeste bokken, die hebben niet zo'n liggen loopt. En de meeste mensen stoken ook niet met van die grote boomstammen. Dus dan heb je een rooster nodig. Dat kan je op die liggers leggen. Dat zijn dit soort roosters die hebben allerlei soorten maten. Kan je aanpassen aan de breedte van je haard. Daarnaast hebben bokken vaak dit soort spithaken. En die zijn ook bedoeld om een spit doorheen te leggen met een kippetje eraan. En dat kan je dan draaien en grillen met een lekbak. Daar heb je ook allerlei klokmechanismes voor, ook antieke. Bij korven, dit is een haardkorf, heb je naast die opstaande dingen heb je ook een rekwerk wat voorkomt dat het hout uit het vuur kan vallen. Ik zal direct ook iets meer over een korf in vergelijking met haardbokken met een rooster vertellen. Een korf is vaak compacter, dit is de grootste die we hebben, maar meestal zijn ze een stuk kleiner. Ze zijn ook vaak de bodem is iets hoger vaak dan de liggers van bokken. Dus je stookt iets hoger. Kan een optie zijn, een goede optie zijn voor haarden die rook produceren. Daarnaast zijn bokken en een korf staan vaak heel pregnant in de open haard en bepalen de uitstraling van de haard. Ze zijn daarom vaak mooi gemaakt tot en met echte statussymbolen. Ik zal er aan het eind van deze video wat meer over vertellen. Ik wil nu ook wat meer vertellen over welke breedte voor korf of roosters of bokken je zou kunnen nemen. Dat hangt allereerst af uiteraard van hoe groot je haard is. Het hangt ook af van hoe groot je vuur is. Ik zet hier bijvoorbeeld een groot rooster in omdat ik een groot vuur wil. Maar in de praktijk merk je dat het vuur, dat zie je hier aan de roet, dat het vuur niet breder is dan tussen die twee pilaren. Dus eigenlijk zou dat bepalend kunnen zijn voor de breedte van het rooster wat je bij de bokken kiest of voor de breedte van de korf. Het allerbelangrijkste bij het kiezen van de breedte van je rooster en bokken is eigenlijk dat het geheel niet breder is dan de haardplaat. Dan kan dat bij deze haardplaat kan dat bijna niet, want die is heel breed, maar veel haardplaten zijn kleiner en dan is het niet leuk om daar een bak of een rooster voor te zetten wat breder is. Dat ziet er niet mooi uit. Ik vergat net te zeggen waarom wij eigenlijk zo'n rooster op de bokken leggen. Dat wordt vaak gevraagd. In principe, als je blokken groot genoeg zijn om de afstand tussen de bokken te overbruggen, kan je het vuur goed starten. Maar in de praktijk stoken mensen met stukjes hout van 30 centimeter en dat is vaak te klein om dat te overbruggen en zeker tijdens als het vuur brandt, stort alles in elkaar. En dan heb je zo'n roostertje nodig om de hoogte van het vuur tijdens het vuur in stand te houden. Ten aanzien van de diepte van de bokken geldt dat je de bokken eigenlijk altijd en ook het rooster tegen de achterkant van de haard moet zetten. Je zet ze niet naar voren omdat je denkt dan zie ik ze beter en dan zie ik het vuur beter. Dan krijg je namelijk rook in de kamer. Dus je mag wel een paar centimeter verschillen, maar naar de achterkant van de haard, daar is de haard op berekend.
Als je een hele diepe haard hebt, dan zou ik dus diepere bokken kopen. Vaak hanteren wij als vuistregel dat je minimaal de helft van de diepte van je haard moet vullen met de diepte van bokken of de haardkorf. Op zich mogen deze kopjes of de voorkant van de open haard uitsteken. Dat doen ze hier ook. Dat maakt niet uit, ook optisch is dat prima. Maar het rooster en het stookgedeelte moet wel in de haard vallen. Dan iets over de uitstraling van de bokken, zoals ik net zei. Als je een mooie haard hebt met stijlelementen, mooie lijnen, dan kan je kijken of je bokken kan kopen, kan krijgen, kan kiezen die daarbij passen, die stijlelementen versterken. Daarmee versterk je echt de mooie dingen van je haard. Indien je haard heel mooi vindt en dat eigenlijk vooral in beeld te laten hebben, dan adviseer je om bokken te nemen die niet zo erg opvallen. Of als de haardplaat die erachter staat heel mooi is, ook dan bokken die niet zo erg opvallen. Deze bokken vallen in het geheel niet erg op en daarmee laten ze de rest in zijn waarde. Daarentegen, als je je haard heel mooi vindt, maar je wil dat heel erg versterken, dan kan je daar bokken in zetten die juist wel aandacht trekken. Zoals bijvoorbeeld deze gepolijste 17e eeuwse Lodewijk de 14e bokken. Trekken enorm veel aandacht. En daarmee kunnen ze de totale uitstraling van de haard versterken. Dit effect kan je ook nog verder versterken door de bokken iets te groot te maken dan eigenlijk zou moeten. Of dan wat mooi staat. Dat is in dit geval niet het geval trouwens. Of van een hele contrasterende kleur ten opzichte van de rest. Dat is nu wel zo. Daarmee versterk je dat versterkende effect. Dit kan je ook doen als je de haard eigenlijk, of het karakter van de haard, eigenlijk helemaal niet zo mooi vindt. Dan kan je er bokken in zetten die heel mooi zijn, aandacht trekken en aandacht afleiden van de haard. Dus wat dat betreft kan je spelen met de uitstraling van de bokken en daarmee de uitstraling van de hele haard. Dat geldt trouwens ook voor andere accessoires, maar bokken hebben daar een bepaalde, zeker een belangrijke functie in. Mocht je moderne haard hebben, dan kunnen antieke bokken, mooie bokken en een mooie haardplaat ook trouwens, andere mooie accessoires, kunnen de haard meer warmte geven. Een moderne haard is vaak kil en die antieke accessoires kunnen de haard meer warmte geven. Wij adviseren dan wel om daar niet al te barokke accessoires in te zetten, omdat dat minder goed past bij een strakke, moderne haard. Neoclassieke stijl past er wel goed bij, bijvoorbeeld. We hebben over dit soort laatste dingen, over de uitstraling van de haard, hebben een hele blog geschreven. Niet alleen over bokken, maar ook over de andere accessoires. Dat heet Hoe decoreer ik mijn open haard? Dat kunt u op onze website vinden. Uiteraard kunnen we u daar ook over adviseren. U kunt een fotootje sturen met de maten van de haard en de gewenste uitstraling. En daar zullen we u graag bij helpen.